Zuid, temperatuur een graadje op 13. En dan is het om te beginnen. Zorg dat je warm bent voor de training. En Lodewegers en de boer. Lodewegers weer in zijn vertrouwde rol als assistent bondscoach. Met een tweetal collega's. Ja, eerst dus die wedstrijd tegen Mexico. De Mexicaanse ploeg die naar Nederland komt. Niet alleen om tegen Oranje te voetballen aankomende woensdag. Maar de Mexicanen spelen ook tegen Algerije. Dat zal een kleine week later zijn in Den Haag. Nog een oefenwedstrijd dus. Het echte serieuze werk als het gaat om de WK-kwalificatie. Begint pas in juni 2021 voor Mexico. En voor Oranje... Twee wedstrijden in de Nations League na die wedstrijd tegen Mexico. En in de Nations League is het natuurlijk belangrijk, zo zei ook de bondscoach tijdens de persconferentie, om op de eerste plaats te gaan eindigen. Om rekening te houden met de ranking, een goede uitgangspositie te verdienen. Het toekomstige toernooien. En dan heeft de bondscoach het over het wereldkampioenschap. Is erbij. Veel over gesproken, natuurlijk over een mogelijke transfer van Frankrijk naar Spanje. En de club in Spanje zal de club worden, als het zover komt. Van de vorige bondscoach van Oranje, Ronald Koeman. Feit dat hij in 6 duels in de Franse Ligue 1 voor zijn club 4 keer scoorde in 6 duels. Van de 1 wedstrijd was dat was vlak voor de vorige periode waarin het Nederlands team samenkwam, waarin hij 3 keer scoorde. Als Memphis heerlijk op dreef, natuurlijk fantastisch voor hem na die blessure. Heeft er hard aan gewerkt om terug te komen. En dat was meteen even een mooie knaller aan het begin van een nieuw seizoen voor Memphis Depay. Ja, we horen op de achtergrond René Wormhout. De man die de training leidt. Strength and conditioning trainer heeft hij op zijn visitekaartje staan. Kracht- en conditietraining. Trainer bij de KNVB. Van de Beek en Blind. Even babbelen met elkaar. Voor de spelers is het ook wel weer leuk om elkaar weer te zien. De spelers die na zo'n periode bij Oranje weer uitwaaieren over Europa. Een paar blijven er in Nederland. Ja, een tweetal spelers die waren uitgenodigd door de bondscoach zijn er niet bij. Bergwijn en Ihattaren. Ihattaren die zondag had niet met zijn club PSV meedeed tegen Fortuna. Dat was een spierblessure. Ook Bergwijn is geblesseerd geraakt. Was er ook niet bij in de wedstrijd tegen Manchester United. Raken balletje overpassen. Dat hoorden we René Wormhout zeggen. En dit hoort natuurlijk allemaal nog bij de warming-up. Op het juiste moment is het droog geworden. Denzel Dumfries daar. Dumfries. Die 20 minuten speelde in de eerste 2 interlands. De geboren Rotterdammer, speler van PSV. Oké, zien we dan ook in het midden van het beeld ongeveer en daar de aanvoerder. Virgil van Dijk. Trotse aanvoerder, zei hij. Want er werd ook gevraagd van, is het niet heel druk voor de spelers? Daar is de persconferentie aan van Dijk om zo'n druk programma bij een club te hebben. En er ook nog af te reizen richting het Nederlands team. Maar iedere keer als ik hierheen rijd, zo vertelde de aanvoerder van Oranje, dan vervult me dat met trots. Voor je land uit te komen. Dat doet Virgil van Dijk dus.
in deze drie wedstrijden voor de boeg is dat het geval. Bergwijn en Iataren zijn er dus niet bij. En dat betekent wel dat er een oplossing gevonden moest worden om een extra aanvaller erbij te vinden. En dat is gelukt. Calvin Stenks is uitgenodigd door bondscoach Frank de Boer voor deze training. Is ook van de partij. 21-jarige speler. Die eigenlijk was opgeroepen voor Jong Oranje. Maakte zijn debuut al voor het Grote Oranje. De wedstrijd waarin hij binnen de lijnen mocht komen. Een 5-0 overwinning werd het uiteindelijk tegen Estland. Maar het bleef bij die ene wedstrijd. Stenks, die dus zich opnieuw bij Oranje mocht melden. En ook vandaag op de eerste training van de partij is. In de aanloop naar de wedstrijden tegen Polen en Italië is de sfeer ontspannen. Steven Berghuis. Goed weekend achter de rug. Met Feyenoord. Scoorde twee keer tegen Willem II. 6 doelpunten voor hem in 4 duels. En dan kun je zeggen dat het een hele goede start is van de competitie. Dan arriveer je natuurlijk wel in opperbeste stemming. Als je bij de koploper Feyenoord speelt met 3 gewonnen duels, 1 gelijkspel en 10 punten. Net zoveel als PSV en Heerenveen. Feyenoord maakte net zoals in de Eredivisie de meeste goals. 11 in totaal, waar dus 6 van hem waren. Een prachtig aantal. Het blijft niet bij een balletje alleen 1 keer raken en overpassen. Een beetje hoog houden. Natuurlijk wel besteed aan Frenkie de Jong. Barcelona gisteren 1-1 tegen Sevilla. Goed gemaakt door Luc de Jong. Ploeg ook bij Oranje van Frenkie de Jong. Die al in de 8e minuut scoorde. Het werd uiteindelijk dus 1-1. Babel en Ake. Koppeltjes. Met de Jong dus. 2 doelpunten gemaakt voor zijn club Sevilla. 3-1, hele belangrijke tegen FC Barcelona. Dat onderdeel hebben we schijnbaar weer gehad. Eens kijken wat Wormhout nu in petto heeft voor de spelers van Oranje. Start.
Het klinkt een beetje als een technisch ingewikkelde oefening. Zo'n circuitje. Hier de bal in de lijn leggen tussen het obstakel en het doel. En je moet er omheen scoren. Op links of rechts in de paas. Ja, om die stilstaande man heen. En dan scoren. Tot zover kunnen we dat nog wel meekrijgen van wat René Wormhout allemaal vertelt. Topvoer van de Boer natuurlijk een ontspannen kennismaking met zijn spelers. Zijn eerste training, ongetwijfeld in de wandelgangen, in de campus in Zeist al met wat spelers gesproken. Groepsgewijs, de kennismaking, even een voorstelrondje, dat stond er allemaal op het programma. Oké, ja. Nou, we gaan eens even kijken wat Wormhout allemaal heeft uitgelegd. Dribbelen met de bal. Weerwar van spelers. Iedereen denkt dat het circuitje afwerkt. Op de paai over de drie balkjes, stokjes heen. En dan proberen om te scoren. Dat is nog lastig genoeg. In dat piepkleine doeltje. Kijk eens. Hier en daar zagen we de bal in het doel verdwijnen. En Babel. Ze zijn bezig aan zijn tweede rondje. Ja, het is wel aardig dat de spelers nu met z'n allen starten. Zoals gezegd, na 50 minuten gaan de spelers die gisteren niet hebben gespeeld een extra training afwerken op veld 2, hier vlak naast. Het veld waar gesproken ook Jong Oranje vaak traint. Jong Oranje natuurlijk ook in voorbereiding is op de interlands tegen Jong Gibraltar en Jong Cyprus. En dan gaat het over de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar. Dus in Venlo, de eerste wedstrijd. We zagen hem al een paar keer in beeld, Teun Koopmeiners. En dat is de echte nieuwe naam bij dit Oranje. Koopmeiners, die van AZ, bij AZ speelt. Deed het prima in Oranje onder 21. 3 doelpunten, scoorde tegen Wit-Rusland, Portugal en Cyprus. En door de bondscoach dus naar het grote Oranje overgeheveld voor de komende 3 duels. Interessant om hem aan het werk te zien. Dat is een mooi gevarieerd circuitje. Dus is het absoluut de moeite om dit een paar keer te doen zo. Oh.
De jongen Hake. Even de bal meenemen met de rechtervoet. En dan proberen om te scoren. En kijk eens. Ook Hake lukt het om de bal het doel in te krullen. Frenkie de Jong nog niet. Blind al naar zet. Rechts in beeld. Ook daar zien we de bal net langs het doel rollen. Een technisch oefeningetje voor de mannen. Ja, de National League dus. De eerste wedstrijd die op het programma staan. Daar is die wedstrijd tegen Mexico. Vervolgens in november nog een vriendschappelijk duel tegen Spanje. En dan halverwege de maand november is er nog een keer zo'n interlandperiode met de interlands. Die gedeeltelijk thuis wordt gespeeld. Tegen Bosnië-Herzegovina. En daarna nog de uitwedstrijd tegen Polen. Ja, wat verder al vaststaat, los van de WK-kwalificatiewedstrijden die in maart 2021 worden gespeeld, zijn natuurlijk de EK-wedstrijden, waarvan er twee tegenstanders bekend zijn, Oekraïne en Oostenrijk, op 13 juni en 17 juni. Het lijkt nog een eind weg. Maar we gaan weer hard op weg richting de winter. En dan staat ook 2021 alweer voor de deur. Laten we hopen dat er niet een of ander virus roet in het eten gaat gooien. Want het gaat om het Europees kampioenschap. Ja, de bondscoach achter het doel. Met een brede glimlach. Want dit vinden de spelers natuurlijk wel het allerleukste onderdeel. Van afstand proberen in dat piepkleine doeltje te schieten. Blind. Frenkie de Jong aan zet. En dat is prima. Het gaat om een training, maar toch, als je er dan staat, wil je dat die bal in het doel verdwijnt. Donny van der Beek, terwijl Frenkie de Jong de bal uit het doel heeft gehaald. Maar even dus geen verplichtingen voor de Jong bij FC Barcelona. Gisteravond nog die wedstrijd in de Spaanse competitie. Zo snel kan het allemaal gaan. En de boer zei het ook al, spelers die al vannacht binnenkwamen in Zeist. Tot en met vanmorgen zullen ongetwijfeld meteen na de wedstrijd van gisteravond het vliegtuig hebben gepakt. Een aantal van deze spelers. Om hier op tijd te zijn. En om een paar uur slaap mee te pakken. In de aanloop naar de lunch en de eerste training. Nou, de spelers verplaatsen zich naar de andere kant van het veld. Dat betekent denk ik dat de warming-up er zo goed als op zit. En de hesjes gaan aan. Dan zijn we al een klein half uurtje onderweg. Oranje en geel. Ja, ook spelers zonder hesje. Eens kijken wat hier precies de bedoeling is. Lodewegers weet het precies. Thank you.
En Lodewegers die dus twee wedstrijden in de vorige interlandperiode eindverantwoordelijk bondscoach was. Eén verloor, één gewonnen. En met name de wedstrijd tegen Italië, daar is dat natuurlijk ook veel over gesproken. Nou, Van Dijk zei het ook al tijdens de persconferentie, we willen de lijn doortrekken die Oranje heeft ingezet. Weg in die EK-kwalificatie bijvoorbeeld, in de Nations League van vorig jaar. Goede resultaten werden behaald. Wijndal sluit eraan. Steeds kort pasen. Dat is de bedoeling van deze oefening. Precies pasen. En dan komt ook de handelingssnelheid uiteraard van de spelers om de hoek kijken. Snel terug om weer die bal in ontvangst te nemen. Dan in dat rijtje met de nieuwkomer Koopmeiners. De Jong. Steven Bergwijn. Wijnaldum. Liverpool. Ja, de vraag is hoe dat aanvoelt. Hè? Daar zo'n 7-2 nederlaag tegen Aston Villa. Misschien is het dan wel lekker om juist in het vliegtuig te stappen om naar Zeist af te reizen. En vervolgens hier even de ploeggenoten van Oranje te ontmoeten. Het zal ongetwijfeld een kort nachtje zijn geweest. Om hier op tijd te zijn. Dagen staat er natuurlijk ook voldoende rust ingebouwd. Het zijn niet allemaal pittige, urenlang durende trainingen. Dus wat dat betreft wordt er zeker rekening mee gehouden dat de spelers aan hun rust toekomen. Het element wordt er nu toegevoegd. Het team dat de minste fouten maakt. Zij zijn de winnaars uiteraard. Maar dat we het even kunnen horen, even mee kunnen luisteren met de assistent bondscoach. Hij doet dat op zijn eigen manier, gedreven als altijd. Dus helemaal als het einde, als jullie weer zo staan. En nu koppend. Daar is het eerste foutje. Dan de man in het geel. Ja, dit is een pittige oefening. Steeds terug Van Dijk, De Jong en Donny van der Beek. Die wordt nog hooghoudend mee terug wil nemen naar het beginpunt. Leuke oefening. Er zullen ongetwijfeld veel coaches kijken. Je wilt als coach natuurlijk ook je trainingen een klein beetje leuk houden. Herstelt training gaat. Dan zit
misschien een hele aardige oefening. Ook hier mag je geen hands maken van de week. En weer bij het middelste treintje, om het zo maar te noemen. Met onder meer Bergwijn en AK. Ja, het is een mooie oplossing. Het feit dat de trainingen niet toegankelijk zijn voor het publiek, wat normaal gesproken wel zo was. Vroeger al bij voordat Oranje richting Zeist verhuisde, wat de trainingen betreft, bij Quick Boys. In de Duinpan in Katwijk en nu ook in Zeist. Maar goed, vanwege de coronapandemie is het niet mogelijk om hier met heel veel mensen langs de lijn te staan. Zelfs het aantal vertegenwoordigers van de media is beperkt. Niet aan een bepaald maximum aantal te komen. Ja, hoeveel fouten zijn er gemaakt? Dat wordt nu geïnventariseerd. Ik heb het idee dat dat gehele team toch wel erg goed heeft gedaan. Zo van afstand bekeken. En dan is de vraag, wordt er ook een winnaar uitgeroepen? Nou, volgens mij gebeurt dat niet echt. Maar zover ik heb kunnen zien, was het gehele team wel erg goed. Zwart en oranje komen hier bij elkaar. Ja, oh. Het volgende onderdeel van de training. De training die dus niet te lang mag duren. Ja, vanwege het feit dat die spelers gisteravond nog gespeeld hebben, een groot aantal. Vallen nog een pittige reis achter de rug hebben. Oké, als we de bal even vasthouden, jongens. Stefan, hou jij hem even vast. Ryan wil die bal even naar de zaal aan. De eerste bal werd overigens geschoten door de bondscoach. Terwijl die daar in dat doel ligt. Wat gaan we doen, jongens? Nou, Wormhout daar alweer bezig met het neerzetten van wat trainingsmaterialen. En het gebeurt nu aan de andere kant van het veld. Prima, dan heb je die bal hartstikke leuk. Maar niet daadwerkelijk op zoek naar de onderschepping. Geen hoog tempo, niet, wel in baltempo, maar niet in lopen, in diepte enzovoort. Gewoon lekker spelen. Dus in plaats van uitlopen en allerlei rare dingen doen, gaan we gewoon even spelen. 3-2-2, zoeken naar je overtal. Dat, ja, we horen Dwight Lodewegers. Hier zien we dat andere groepje. Lodewegers aan de rechterkant van het veld. Met het grootste deel van de oranje selectie. En eens kijken hoe ze dat aan gaan pakken, deze training. Hesjes. Spelen zonder hesjes. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Wie zit waar? Waarbij het erop gaat om vrij te staan. Kijk om je heen is dan ook het commentaar van Lodewegers. En dan proberen om die bal in dat doel te schieten. Oké. Hard in het doel geschoten. Ja, dit is de man die uiteindelijk dus die opstellingen moet gaan maken. Eindverantwoordelijk. Eerst die wedstrijd tegen Mexico komende woensdag. Maar natuurlijk goed rekening moet houden met de inzet van spelers. Die ga je wel een hele wedstrijd laten spelen. Wie kan er maar een halfje spelen.
paar dagen voorbij. Voordat de volgende twee duels op het programma staan. De 11e en de 14e oktober. Daar lag de ruimte. Ook de vrije is erbij. Bij de spelers aan de rechterkant van het veld. Ik had een heel lollig dingetje, dat gewoon eruit loopt. Dus een beetje paas trappen, maar ook als je de vierkant hier hebt. Maarten Stekelenburg naast Dwight Lodewegers. Assistent bij Oranje. Uiteraard al langer werkzaam bij de KNVB. Het gaat er daar redelijk rustig aan toe. Dit zevental. Even bezig blijven. Kom op, precies zijn, precies zijn. Dan loop je, heb je weg. Bam. Ja, mooi voorbeeld. Begon bij Strootman. Er zal ongetwijfeld gewisseld gaan worden, want de mannen in het geel staan al klaar. Om zo dadelijk de plek in te nemen van of het oranje of in de trainingspakken gehulde teams zonder hesjes. Blind en dan het fluitsignaal. Geel komt erbij tegen oranje. Ja, een belangrijke taak natuurlijk voor de bondscoach tijdens zo'n training is het observeren. En in gedachten ongetwijfeld al bij de opstelling van het duel tegen Mexico. Die nogmaals niet zo heel belangrijk is. Ja, het is een oefenwedstrijd. Maar die wedstrijd daarna, zo zei Frank de Boer ook zelf, dat zijn de belangrijke wedstrijden die we willen gaan spelen, om te gaan spelen. Waarin we onszelf willen laten zien. En ook op de eerste plaats in de Nations League willen gaan belanden. Nou, wie weet is er dan wel speeltijd weggelegd voor Stengs. Oranje dat is ingedeeld bij Italië en Polen. En Bosnië en Herzegovina. Dat is de eerste wedstrijd in de Nations League. Die gespeeld gaat worden. Ja, zo gaat het programma in de pool door tot 18 november. Polen tegen Nederland. Dat is de laatste wedstrijd. Dan zit de groepsfase van de Nations League erop. Nederland dat het vorig jaar natuurlijk in de Nations League geweldig deed door de finale te bereiken. En ik moet zeggen, eerst werd er wel met wat skepsis gekeken naar die Nations League. Dat het hoeveel wedstrijden zou vervangen, maar later... Er kwamen steeds meer geluiden dat het spelen van echte wedstrijden wel iets meer inhoudt. En ook belangrijker is dan zomaar wat oefenwedstrijden. Donny van der Beek. Team Geel. Strootman is er nog bij daar. En dat
het oranje team heeft niet gespeeld in de eerste twee interlands van het nieuwe Nations League seizoen. Speler van Olympique Marseille, Kevin Strootman. Bij zijn club stond hij één keer in de basis. Twee keer mocht Strootman invallen. Wijndal zagen we daar. Gisteren die wedstrijd van AZ tegen Sparta, die eindigde in 4-4. En Blind, ook hij heeft een bal in het doel liggen. Het tweede deel van dit onderdeel van de training. Om het toch net iets moeilijker te maken. De Hatenboer. Ook hij is van de partij. De Bij kan het al afronden. Vrij. Inter. Gisteren 1-1 tegen Lazio. Lazio Roma. De keepers mist u wellicht. Die hebben zich al verplaatst naar het tweede veld. Dat zien we net op de achtergrond. Daar zijn Bizot, Sillessen en Krul aan het werk. Ja, de keepers werken zo hun eigen training af. Denk ik dat ze er niet meer bij gaan komen. Geen partijtje of iets dergelijks staat er nog op het programma. Laatste bal dit. Ja, we hebben ze. De keepers. Zo lekker bezig gehouden op de achtergrond. Op weg naar de eerste interland tegen Mexico. Nou, alle drie de groepen hebben inmiddels gespeeld. Wordt er nog een keer gewisseld, ja. Want de oranje groep moet nog links op het trainingsveld hun onderdeel van de training gaan afwerken. Er staat weer een nieuwe samenstelling aan de andere kant van het veld. Ja, ook Joël Veldman. Rechts in beeld. Speler van Brighton en Hove Albion. Stond in de basis twee dagen geleden tegen Everton. Zijn eerste basisplaats na zijn transfer van Ajax richting de Premier League. Raké krijgt het applaus van Veldman. Ja, ontspannen is misschien het sleutelwoord op zo'n training als vandaag. Rustig aan toewerken naar die wedstrijd tegen Mexico. Kennis maken met de nieuwe bondscoach. En even naar die wedstrijd van gisteravond. En een reis richting Nederland voor een groot aantal spelers. De benen losmaken. Even weer balcontact hebben. En hier en daar een poging wagen. Om op de training nog een doelpuntje mee te pikken. En dat alles onder de toezien. Van een glimlachende bondscoach. Kans van Wijnaldum de mogelijkheid om te scoren. En dadelijk zullen de spelers en wellicht zelf de bondscoach ook wel nog even beschikbaar zijn voor wat interviews. Nou, gelukkig is het droog. De
combinatie met Frenkie de Jong. En zo komen ze steeds dichter bij het doel. En als we dan ook nog eens door Steens wordt afgemaakt. Dit is het doelpuntje van Team Geel. Van der Beek zat er daartussen. Aan de grond weer. Goed. Waterboer. Ze gaat de bal in hoog tempo rond. Met die korte combinaties. Veel spelers op een kleine ruimte. Heb jij jongen? Het laatste stukje, zegt Lodewegers over dit onderdeel van de training. Dan zullen de meeste spelers weer op de fiets stappen. We hebben een paar honderd meter fietsen om bij de campus aan te komen. Ook het spelershotel is. Ja, en daar staan die fietsen. Dat is het ideale vervoersmiddel om je op dit terrein te verplaatsen. De Jong krijgt het applaus. Kort applausje. Onze medespelers, vooral in dat Team Geel. Frenkie de Jong. Natuurlijk ook Luc de Jong. Maar die heeft geen hesje aan. Nog eens een keer de Jong. Wijndal. Verplaatsing. De Bai. Dan mag de Jong het weer gaan afmaken. Oei. En dan zijn de spelers met oranje hesjes die zijn aangesloten. Ze hebben hun onderdeel er alweer op zitten. Ja, en zo was dit een onderdeel wat zorgt voor een lach op het gezicht bij de spelers van Oranje. Nou, een ontspannen training. En dat is gelukt. Die conclusie mogen we wel trekken. Op zo'n eerste dag. Waarbij Frank de Boer zijn spelers bij elkaar heeft. En iedereen lijkt tevreden. Ja, er komen nog een paar mooie dagen aan. Als het gaat om wat de selectie allemaal gaat doen. Bij het Nederlands elftal. Voor de komende dagen dus morgen opnieuw een training. En een persconferentie met een tweetal spelers. Woensdagochtend een hele lichte activatietraining heet dat dan. En daarna die wedstrijd tegen Mexico. Donderdag wordt er besloten getraind. Hier en daar mag de pers bij een aantal trainingen erbij zijn. Met name een kwartiertje om wat beelden te maken. En dan vervolgens is het eigenlijk rustig toewerken naar zaterdag. Als er eerst wordt getraind en dan... Het vliegtuig wordt gepakt vanaf Schiphol richting Sarajevo. Waar vervolgens diezelfde avond nog een persconferentie zal zijn. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in het stadion Bilno Polje in Zenica. De keepers zijn daar nog steeds op de achtergrond aan het werk. Wieselt, Sillissen en Krul. Ja, bij Sillissen dus